Zwijgen is onlosmakelijk verbonden met ons collectieve oorlogsverleden. De ongemakkelijke waarheid, waar we het lange tijd liever niet over hebben, is dat de Nederlandse efficiëntie het de Duitse bezetter wel heel makkelijk maakte om de Nederlandse Joden op te sporen en weg te voeren. Op één plek in het Gooi wisten twee Joodse zussen lange tijd die dans te ontspringen. Een onderduikadres waar niemand werd geweigerd. Een Joodse enclave, midden in de oorlog. Hallo? Hallo? Ik ben Leo. Hi, Roxanne. Wat een fantastisch huis heb je. Ja, dankjewel. Echt mooi. Ja, kom binnen. Laat ik het je zien. We zijn in het Hoge Nest. Een huis met een verhaal, kun je wel zeggen. Ja. Tijdens de Duitse bezetting werd in dit huis door twee Joodse zussen uit Amsterdam, Jannie en Lien Brillenslijper, een heel groot soort verzetcentrum en onderduikplek voor Joden gerund. En zijn er dan nog plekken die nog hetzelfde zijn als toen het verhaal zich ontvouwde hier? Ja, eigenlijk is alles nog hetzelfde. Het is natuurlijk gemoderniseerd, maar er is niets anders aan de indeling, aan de... hoe het er nu bij staat. Er waren iets meer muren. Maar ik kan je wel een paar plekken laten zien die van belang zijn geweest in de oorlog. En die ook in het boek terugkomen. Je ziet hier dit verlaagde gedeelte. Ja. Hierboven, bij de slaapkamer hierboven, zit er dan zat een luik. En daar zit een ruimte onder. Dus hierboven? Daarboven. Een verstopt plek. Toen Roxane en haar man het huis kochten, wisten ze niet dat ze eigenlijk hun intrek namen in een oorlogsmonument. Beetje bij beetje kwam ze het verhaal op het spoor. Het zou uitmonden in een bestseller, Het Hoge Nest. Dit is eigenlijk de plek waar een belangrijk onderdeel van het alarmsysteem stond. Namelijk hier stond een grote Chinese vaas. En als je dan van daar kwam aanlopen, dat waren mensen van het verzet en koeriers, mensen die hier logeerden of woonden. En die moesten dan natuurlijk weten of ze het huis konden naderen. Dus ze hadden hier een vaas neergezet en als die er stond, dan kon je het huis naderen. En als die er niet stond, dan wist je terug het bos in, er is onraad. En die vaas die is op een cruciaal moment toen het huis verraden werd, was die van belang. En het heeft helaas de bewoners niet gered. Uiteindelijk is het een heel dramatisch verhaal, maar het was niet een sombere plek, dit huis. Nee, en dat is misschien ook zo goed dat we dat ook een keer horen. Want als we denken aan onderduiken, dan is het bekende beeld is natuurlijk altijd jezelf wegmaken, jezelf klein maken, je identiteit uitwissen. En wat zij hier hebben gedaan is heel uitzonderlijk. Dit was namelijk een huis waarin opera's werden opgevoerd. Er zaten heel veel muzici, echt professionele muzici. Er werden politieke debatten gehouden. Er renden dus kinderen rond. Er werd gespeeld. En wat eigenlijk de symboliek vooral is, is dat op het hoogte of dieptepunt van de oorlog, dus als de treinen echt op volle kracht van Westerbork naar het oosten al rijden, en de Joodse gemeenschap weggevoerd wordt uit Nederland, dat juist op deze plek de Joodse cultuur enorm tot bloei kwam. Auf dem Weg steht der Bäum, steht er eingebogen. Und dem Bäum gelast allein, heftig fall dem Sturm. En gonsde dat hier ook, zeg maar? Was het hier in het dorp bekend? Nee, dat is eigenlijk het grappige. In al die jaren heb ik heel veel uitgereikt hier naar de dorpen in de omgeving. Omdat ik dacht dat oude families hier, die misschien al generaties lang wonen, dit verhaal toch zo in één keer zouden moeten kunnen oplepelen. En het gekke is dat, zeker gezien de omvang van het verhaal, er bijna niets uit die omgeving kwam. De tendens in Nederland is, en vaak na oorlogen, we moeten door. We gaan niet uitgebreid vertellen wie heeft wat gedaan of juist nagelaten. Wie was actief, wie was passief. En daar komt bij, het Gooi was best wel een broeinest van NSB'ers. Dus er waren genoeg redenen om vooral niet te praten. In dat boek zijn er geen 500, maar 50.000 van verkocht. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar reacties op krijgt, op zo'n emotioneel verhaal wat het toch is. Ja, had ik eigenlijk helemaal niet zo bedacht van tevoren. Zeker niet de enorme hoeveelheid.
Maar ja, er komt bijna dagelijks post. Ja. Dit is normaal een selectie, eigenlijk. Hele, nou ja, dozen vol met ja, mensen die ook hun eigen verhalen opschrijven. Ah, hier inderdaad. Geboren in Almelo in 1937. Ja. Nu, bij het lezen van uw schitterende boek, zijn er bij mij voor het eerst na 75 jaar veel emoties losgekomen. En moest ik zelfs regelmatig houden. Het bedrijf van mijn vader werd in 1942 door de Duitsers geconfiskeerd. En hij zelf werd ontslagen. In 1943 moest ons gezin verplicht naar Amsterdam verhuizen. 2 maanden later moesten we allemaal onderduiken. Mijn vader werd direct al op het Centraal Station opgepakt, via Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en daar bij aankomst meteen vermoord. Ik moet dat dan echt nog 4 keer herlezen. Omdat ik denk, jeetje, in 4, 5 zinnen wordt zo'n tragiek beschreven. Dat is ook een reden waarom je het moet schrijven. Nou, dit is de reden waarom eigenlijk we nooit meer moeten zeggen, weer een oorlogsverhaal. Laat ze maar komen. Ik bedoel, als mensen, de generaties daarna, en het zit natuurlijk ook nog ergens in ons allemaal. Ja, dit is waarop wij dit land gebouwd hebben. En het is nogal wat. Ja. Ja. Voor de oorlog waren we een heel leuk, hecht gezin. Dit is mijn vader, ja. En mijn moeder. Een welgestelde familie. Hier, met dat brilletje, daar ben ik. Mijn vader filmde. En ik weet nog steeds niet, tot op de dag van vandaag, of de herinnering die ik aan mijn vader heb, of dat nou een directe, rechtstreekse herinnering is, of dat het door die filmpjes is gekomen. Het is nooit meer een gezin geworden. We zijn nooit echt geïnteresseerd meer in elkaar geraakt. Het zijn 4 individuen gebleven. En mijn moeder had van de oorlog van Auschwitz ook een behoorlijke tik gekregen. Dus die was ook niet meer in staat om daar een leuk gezinnetje van te maken. Mijn lieve vrouw, ze is helaas nog niet zo lang geleden gestorven. Die heeft altijd geroepen dat ik wel slachtoffer was. En ik heb het altijd toch wel ontkend. Maar dit boek werkte toch enigszins therapeutisch voor mij. Dus toen dacht ik ook, toen ik het las, mijn vrouw had toch een beetje gelijk. Er zit nog wel wat.